Welkom bij het ommaak van bed. Deel 1. Vandaag gaan we... Dit is goud, let op jongen. Vandaag gaan we dit doen. Weet je wel? Wat doe je dan? Zie je dat? Hoekje. Zo. Zo, dat hoekje is gedaan. Oké, nou, Stijn slaapt hier alleen. Met dit uitzicht. Hij heeft wel een zonnebank. Je hebt een zonnebank, man. Ja, daar ga ik even op liggen. Oké, nou, Laurens zit hier. Hey, bitch, wat voor denk jij? Oké, nou, dit is Laurens' kamer. Lekker, Laurens. Echt? Ja, maar als ik zo ga schijten. Je zijn niet heel veel wc-papier nodig. Dat is ook wel begrijpelijk. Ja, dit is de badkamer, guys. Kijk, zo'n mooi dingetje er neerzetten. Alsjeblieft, als je gaat schijten, ga naar beneden schijten en niet hier. Het ruikt hier naar chloor. Ja, maar als iemand. Ja, we gaan nog blijven. Dit is gewoon niet om te schijten. Eén ding, hè? Wat nou, ik moet s'nachts schijten? Ga je nou? Oké, nou, we gaan even naar beneden. Ga je mee? Ik ga wel mee. Dat is zeg maar een soort van garage dit. Dat is de voordeur. Nou, dat is de woonkamer. Ja. Dit is de keuken. En we moeten even onze PS4 opzetten. Ja, hier gaan we koken. Ja. Ik en Laurens gaan koken. Hier gaan we zitten dan. We hebben risk meegenomen. We hebben nog domino's of zo. Ik veel. Dit is ons uitzicht. Ja, ik heb genoeg gestekend erin. Ja. Dat hoort ook niet vaak meer, man. Ik heb boodschap gedaan, jongens. Nou, jongens, wat hebben we? Bolletjes. We hebben melk, we suiker, beleg. En dubbelfrit. Appeltjes. Ja. Vier bakken. Dat is vier bakken. Laten we zeggen, als regel, degene die het meest rotzooi maakt met eten, moet opruimen. Ja. Ik weet niet hoor, maar nou zit de meeste rommel, zie maar. Dat zijn niet zo snel. Dat is niet waar. Rustig, ik moet de deur dicht doen. Neem eens de metalen kistje stond hoor. Ik denk het wel. Ik weet niet zeker. Ja, ik keek er niet echt naar, maar... Ja, we moeten even kijken wat de schade is bij hun. Want ze zijn aan het vechten, volgens mij. Hey. En van wie was deze boot, zei je ook alweer? De baas van Tommy Hilfiger. Heb je naar je zin, Laurens? Helemaal niet gesnapt. En Jason, wat heb je nu besteld dan? Kibbeling, voor iedereen. Met wat voor saus? Met kibbeling saus, oké? Lach me maar uit. God's plan. I hold back, sometimes I won't. Ja, ik vul. Ja? Oké.
Hallo, mijn naam is Stijn Hooman. Stijn Looman. Hier heb ik het weerbericht vanuit Makkum. Zoals je kunt zien, het is mooi zonnig. Een paar wolken in de lucht, maar voor de rest blauw. Dus het is mooi. De temperatuur is wel wat laag, maar vergeleken met de rest van de week zal dit het warmste zijn. Het is ongeveer 2 graden, het zal niet warmer worden dan dat. En 's nachts gaat het heel hard vriezen. Dus waarschijnlijk is het morgen is er kans op ijs op het water. Dus dan kun je eindelijk weer schaatsen op het natuurijs. Dat was het weerbericht uit Makkum. Tot de volgende keer. Ik weet nou niet of hij de game dan passeert. Hij passeert. Oh, hij gaat gewoon zo. Jezus, je hebt het zonder mij gedaan. Ja. Het is fijn. Ik Wat? Wow, zag je die ouwe? Is het lekker, jongen? Mhm. Dat was Stijn. 6 minuten hoeft trouwens. Dat is erg lekker. Hallo daar en welkom bij Niek Kookt. Ik ga vandaag hamburgers koken voor jullie. Maar bakken, dik zak. Je kookt ze. Kijk dan, kijk dan wat ook je hamburgers. Kijk, je voelt de knapperigheid. Let hem niet. Ik denk dan. Die is nog niet zo goed. Hè? Die moet denk ik nog wel ietsje van. Dat is nog een jaar. Wat doe je de risk? Dat is raar, dat is bullshit. Hey, je mag wel eentje per keer. Nick, komen! Wat? We hebben je regels nodig. Hoe laat begonnen we eigenlijk hiermee? Geen idee. 7 uur. Het is nu 12 uur. We hebben een kleine pauze gedaan van 10 minuten. Maar 10 minuten en de rest zijn we alleen maar bezig geweest. Ik was rood, ben rood, nog steeds. Dus dat is dit. Hij begon hier, alleen hier, zeg maar. En toen pakte hij dit. Toen veroverde ik, toen ben dit. Ja, Niek had ik dit, zeg maar. Toen maakte hij een fout om daarheen te gaan. Laurens maakte hem helemaal dood. En toen zat hij opgesloten hier ook. En ik pakte ondertussen heel Amerika. En Niek ook. Ja, en toen ging Niek daarheen. Maar hij werd steeds zwakker. Toen werd hij uitgeroeid. Toen ging ik ook hierheen. Maar toen kwam Stijn, want Stijn kreeg ondertussen dit, dit, dit en dat. En Laurens kreeg alleen dit en dit gedeelte. En toen werd hij veroverd. En nu ben ik aan het einde hier gestorven, maar ik heb wel zijn team heel erg verzwakt. Dus het is nu Laurens tegen Stijn. Ja, sterkte. En dit is voor mij. Moet ik hem laten showen, hè? Is dit voor Laurens. Het is vandaag zondag. Nou guys, wat gezellig. Bye bye. Doei. We zouden eigenlijk uit eten gaan, maar Laurens heeft niet echt meer zin. Laurens! Hij zat te trappen. Laurens! Hij zat te trappen.